Hallo allemaal, welkom bij mijn allereerste podcast hier op YouTube. Waar ik zelf ontzettend vaak podcasts kijk tijdens handwerken of gewoon lekker even op de bank 's avonds, lijkt het me ook ontzettend leuk om jullie ook mee te nemen in mijn handwerkpieken. Het zal dan niet gaan, zoals bij heel veel podcasts, om het haken en het breien, maar het gaat bij mij ook een beetje om het schilderen en tekenen, omdat dat ook een aantal van mijn hobby's zijn. Ik zal me eerst even voorstellen, misschien is dat wel handig, want ik begin nou gewoon direct te ratelen. Ik ben Nicole Bruin. Hier op YouTube wel beter bekend als Crea Colle en zo heet ik ook op Instagram. En op Reverie heet ik Colle1995. In de toekomst gaat het misschien een klein beetje veranderen, want ik weet niet of dit nog altijd passend is. Maar op dit moment heb ik niks beter. Dus Crea Colle hier op YouTube en op Instagram. Ik zal het trouwens ook hier beneden straks in de beschrijving even delen. Dan kun je het gewoon aanklikken en dan kom je er ook. Ik wil jullie graag eens meenemen in al mijn handwerkprikkelen. Ik doe dit voor het eerst. Ik heb geen idee hoe het gaat. Of ik het leuk vind. Of dat ik het niet leuk vind. Of het enige filmpje blijft. Of dat er een hele hoop komen. Maar nou is het idee in elk geval om één keer per maand een filmpje op te nemen. Een beetje aan het einde van de maand. Om te laten zien wat ik in die maand heb gedaan. Want als ik elke week een filmpje op ga nemen, dan wordt het heel saai. Dan is er niks nieuws. En één keer in de twee weken is het misschien ook net iets te vaak. Dus het gaat elke maand gebeuren. Allereerst wil ik jullie even meenemen in iets wat ik af heb gemaakt. Want ik heb mijn allereerste breiwerkje afgemaakt. Ik ben in januari begonnen met breien, omdat het haken ontzettend leuk is, maar ik wou eigenlijk een nieuwe uitdaging erbij. En toen dacht ik, ik ga een trui breien. En toen kwam ik een trui tegen, de Wood Pullover van, ik moet heel even spieken, Carrie Bostick Hoch. Ik denk niet dat ik het goed uitspreek. Ik zal het ook even in het scherm proberen te zetten als dat maar lukt. Maar daar zag ik een hele leuke trui van en toen dacht ik, die moet ik breien. Het is deze trui geworden. Hij is lekker wijd. Heerlijk om er overheen te trekken, denk ik straks. 'S Avonds op de camping of gewoon nu al lekker 's avonds in de tuin. Ik moet hem nog blokken en misschien kun je het zien. Ik weet niet of je dat op het scherm kunt zien. Maar de losse draadjes hangen er nog aan. Ik zag hem en ik vond vooral het patroontje wat hier in het midden zit. Wat misschien zo niet zo goed zichtbaar is, maar ik zal ook wat foto's delen. Dat vond ik heel interessant. En ik dacht, nou, kan ik. Ik ga het gewoon proberen. Toen ik eenmaal bezig was en er een beetje in ging verdiepen, bleken dat al direct kabels te zijn. Dus ik begon direct kleine kabeltjes te breien. Maar het is gelukt. Mijn trui is af. Het is een trui die in verschillende stappen gemaakt is. Ik heb eerst gewoon de voorkant gemaakt. Daarna de achterkant. Of misschien andersom. Eerst de achterkant en daarna de voorkant. Weet ik niet meer. Vervolgens aan elkaar genaaid. En toen moesten de mouwen. Ik had nog nooit het rond gebreid en de mouwen moesten in het rond. En het moest in eerste instantie stonden in het patroon op DPN's. Nou, dat was een drama. Ze vielen eruit. Alles lag overal. Vervolgens heb ik Magic Loop geprobeerd. Lukte me ook niet. Het bleef haken. En ik breide te strak. Ging voor geen meter. Toen heb ik een kort kabeltje gekocht. En heb ik het gewoon op een kabeltje rondgebreid. En dat ging eigenlijk wel aardig. Tot het laatste stukje met het kabeltje eigenlijk te kort was. Of te lang was. Maar het is gelukt. Dus er zitten ook twee mouwen aan. Dus ik heb van januari tot afgelopen weekend, dus 4 maanden tijd, 3,5 maanden tijd, heb ik mijn eerste trui gebreid. Hij was dus van Carrie Bostick Hoch. En ik heb hem gebreid met wol van Eastex. Het IJslandse wol dat iedereen wel kent, denk ik. En dan heb ik het in de eindbandversie gebreid. Dit is echt een heel dun garen. Volgens mij is het een lace. Ik vond het heel mooi. Ik hou wel van wat stugge en van wat rustiekere garen. Ik kan me best voorstellen dat sommige mensen het te stug vinden en dat het heel erg prikt. Gelukkig heb ik er niet zoveel last van. En is ook het idee om gewoon 's avonds over een blouseje of iets wat ik op dat moment toch aan heb aan te trekken. Ik vond het heel lekker breien. Ik vind het een mooie kleur. Ik ben er heel blij mee. Garen heb ik gekocht bij het wolwinkeltje in Drachten. Mijn favoriete wolwinkel, omdat het lekker dicht bij huis is. En ze een mooi ruim assortiment hebben. Dit is dan ook direct het enige wat ik heb afgemaakt in de maand april. Ik ben aan heel veel nieuwe dingen begonnen in april. In maart had ik wat kleine haakprojectjes afgerond. Ook een groot project trouwens, ik heb toen een vest afgerond. In april ben ik dus aan van alles nieuws begonnen. En ik brei nog en haak nog niet zo snel dat ik dan ook direct wat af heb. Maar deze is dus af. Heel blij mee. Dan wil ik jullie nou laten zien waar ik mee bezig ben. En dat is niet één ding. Dat zijn er in elk geval drie. Twee breiprojectjes, één haakproject en een schilderproject. En daar wil ik even mee beginnen.
Wat ik net al vertelde is dat ik niet alleen over het breien en het haken hoef vertellen, zoals je in heel veel van dit soort podcasts ziet. Maar dat ik jullie ook graag wat wil vertellen over mijn schilderwerkjes. Normaal gesproken schilder ik elke woensdagavond in een schildergroepje. Maar ja, hè, corona lukt niet en ik probeer aan het thuis ook op te pakken. Maar dat vind ik een stuk lastiger. Ik moet daar me echt toe zetten. Kijk, het haken, dat pak ik er op bank rustig bij. Maar ja, dat schilderen, dan moet ik mijn verf pakken, ik moet mijn kwasten klaarzetten, ik moet mijn ezeltje opzetten, nou, noem maar op. Ik schilder met olieverf, dus de ramen moeten goed openen. De afgelopen tijd was het nog niet heel warm. Dus de hele avond op mijn kamertje met de ramen open was ook niet altijd prettig. Maar toch heb ik me er weer toe gezet. Ik heb een onderschildering gemaakt voor een schilderij van onze kat Lulu. Ik moest het een onderwerp hebben en ik had wat leuke foto's gemaakt. Ik dacht, dat gaan we schilderen. Het is nog niet zoals het moet worden, maar ik wil het wel graag met jullie delen. En ik heb ook geprobeerd om kleine stukjes hiervan te filmen. Dus terwijl ik aan het schilderen ben. En als het me lukt, dan krijgen jullie dat straks ook te zien. Maar ja, of het lukt, weet ik niet. Ik zal eerst laten zien hoe die er nou uitziet. Dit is Lulu op dit moment. De achtergrond is al een beetje zoals die wordt. Het blijft gewoon een mooie donkerblauwe achtergrond. Want het is een foto dat zij hier achter op de stoel zat. Met onze donkerblauwe muren op de achtergrond. Nou ja, Lulu zelf is nog vooral heel vlekkerig en heeft geen ogen. Dit komt nog. Ik hoop komende maand. En ik hoop ook dat ik deze dan begin juni af heb. Het is weer iets warmer weer, dus boven bij mij op het kamertje is het ook een stuk beter. Dan kan het raam weer lekker open. Ik heb op mijn verjaardag een prachtige daglichtlamp gekregen. Dus ik kan nu ook s'avonds als donker wordt aan de slag. Ik ben benieuwd. Maar ook dit wil ik jullie even laten zien. Dat is dus mijn eerste work in progress. Het tweede is een haakprojectje. Of projectje, een haakproject. Bij het wolplein hebben ze elk jaar een kool en dat is, hebben ze eentje zowel voor het haken als voor het breien. Nou, voor het breien gaat me dat nog iets te ver om een deken te breien. Maar voor het haken vond ik dat heel leuk, want ik vind het heerlijk om even af te kunnen wisselen tussen het haken en het breien. Dus ik ben begonnen aan de droomdeken deken 5.0. Ik loop wel inmiddels al een klein beetje achter. Even zien wat is de voorkant. Zo. Maar ik ben inmiddels halverwege deel 6. En dit wordt hem. Ik vind het een prachtige deken. Er zitten wat ribbeltjes in en wat structuur. Maar er zit ook een heel groot stuk filethaak in. Wat ik heerlijk vind om te doen. Vooral als je het patroontje een beetje door hebt. Ik maak hem in een mooie lichtblauwe kleur. Want de bedoeling is dat wij een mooie tuinset krijgen achter in de tuin. Met donkerblauwe kussens. En hoe leuk is het dan als je daar een mooi lichtblauw zelfgemaakt kleedje op kunt leggen. Wat kan ik er meer over vertellen? Oh. Ik haak hem met acrylgaren. Eigenlijk is het enige wat ik met acrylgaren haak zijn dekens en soms ook kussentjes. Ook gewoon, en omdat het wat goedkoper is, het is lekker zacht. En ik vind het dan ook niet erg als het stuk gaat of niet meer mooi is of noem maar op. Ik heb voor deze gekozen voor scheepjes Colorcrafter. Even kijken, in de kleur goes. Het is dus een acrylgaren. 100% acryl, zit 300 meter op 100 gram, dus mooi grote bollen. Volgens mij heb ik er 16 nodig, dacht ik. Of 14. Ik heb er in elk geval een hele hoop gekocht. En hier ga ik mijn deken mee maken. En tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ik vind het heel leuk om te doen, mooi patroon. Ik ga vanmiddag ook nog weer even aan de slag, denk ik. Want het zou mooi zijn als ik deze week afkrijg. Voor in elk geval, die we vorige week hadden moeten doen, dat ik die in elk geval deze week afkrijg. En dan zien we het wel. Blauwsets is er nog niet. Die gaan we zelf maken, dus dat duurt nog even. Dus de deken mag nog wel even duren. Dit is dus mijn haakprojectje. Waar ik heel druk mee bezig ben. Dat was het haakprojectje. Sweaters of die colorwork truien.
dat ik die echt prachtig vind. Ik ben helemaal gek van Noorwegen en Zweden. En de Noorse trui vind ik al jaren, al vanaf kind af aan, hartstikke mooi. En ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik die zelf wil maken. Nou heb ik, zoals je hier naast mij ziet, vorig jaar een heel mooi mozaïekdeken gehaakt, bedoel ik. Ik heb er ook een kussen van gehaakt. Ik ben vervolgens een sjaal gaan haken, zelf ontworpen. In het mozaïek breien. In het mozaïek haken. Met het idee, ik wil eigenlijk een soort van Noorse trui haken. Maar dan alsof die gebreid is. Want ik vond die gebreide trui mooi, maar ja, ik kon niet breien. Ik heb heel lang over nagedacht. November, december, al mijn proeflapjes gemaakt. Maar eigenlijk werd het gewoon niet zoals ik wilde. Het werd veel te grof of veel te groot. Of het patroon die werd heel erg uitgerekt. En ik wou hem dan alleen maar boven mijn borst. En nou, het werd niet zoals ik wilde. Dus daarom dacht ik in januari, ik ga breien. Nou, toen bekeek ik de patronen en dacht, ja, zo'n colorwork patroon, dat is misschien direct wel heel moeilijk. Al die kleurtjes, al die draadjes, ik weet nog niet eens hoe ik het moet vasthouden. Laten we dat niet doen, laat ik beginnen met het makkelijkst. Nou ja, wat jullie net hoorden, toen kwam de woodpull over, was misschien niet het makkelijkst. Maar ja, dat lukte, dus dat kan ik wat moeilijker doen. Nou, toen kwam ik er dus achter dat rondbreien niet zo goed ging. Toen was ik met mijn moeder bij een wolwinkel, toen zag ik wat sokkenwol liggen en toen dacht ik, nou laat ik dan een sokkenwol kopen. Dan kan ik wat sokken breien, dan kan ik daarmee het rondbreien oefenen. Dan ben ik daar misschien ook wat meer in getraind. En als dat dan goed gaat, dan durf ik dan over te stappen naar daar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb sokkenwol gekocht. In het winkeltje in Fries, Wol Zo Eerlijk heet het. Daar hebben ze vooral heel veel natuurlijke garen. Prachtige garen. Heel veel verschillende, iets waar ik zeker vaker heen ga. Maar daar kocht ik dus garen. En er kwam een eerste sok. Daar heb ik anderhalf week over gedaan, denk ik. Om deze eerste sok te breien. De boord, ik ben van, hoe noem je dat? Top, down? Ja, van boven naar de tenen. Dus ik ben met de boord begonnen. Nou, het opzetten op die DPN's, dat was een drama. Maar het is me uiteindelijk gelukt. En toen ben ik de boord gaan breien. Ik denk dat ik daar heel lang over gedaan heb. Misschien zat dat de helft van de tijd dat ik gebreid heb. Want dan wist ik, ik had natuurlijk niet zo vaak gebreid. Ik wist eigenlijk niet zo goed hoe op de naalden een averechte en een rechte steek eraf uitzag. En je moest natuurlijk recht en averecht om en om combineren. Dat ging heel vaak fout. Dus dan zat mijn boord en dan zat dat ribbeltje, die zat weer scheef en dan ging het niet goed. Dan haalde ik het weer helemaal uit. Uiteindelijk ben ik eerst nog maar weer een proeflapje gaan breien om gewoon eens mezelf weer aan te leren hoe je het eruit zag. Het scheelde een hele hoop tellen, een hele hoop gedoe. En toen was de boord zo gebreid. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Boord gebreid. Vervolgens het been gebreid. Ging ook aardig. Ik draai heel strak, dus ik was heel bang dat het niet zou passen. Maar ik kreeg door mijn been heen, dus ik dacht perfect. Vervolgens de hiel. Ik breid aan de hand van het patroon Moers Hiel van Knitting Traditions. Een Noorse podcaster die ik volg. Die een patroon heeft gemaakt over hoe haar oma vroeger altijd de hiel breide van een sok. Ik vond het er heel mooi uitzien. En wat ik al zei, ik ben gek van Noorwegen, Zweden, Scandinavië. Dus ik dacht, nou, dat gaan we gewoon doen. Ging ook goed. Toen moest ik de voet en de teen breien. Was ik mee bezig. Ik vind het heerlijk om 's ochtends en het weekend nog even op bed, voordat ik het bed ga te breien. En toen in het patroon stond, moest het ongeveer 10 centimeter. Ik dacht, nou, 10 centimeter doen we. Tenen eraan, klaar. Alles afgewerkt. Kitchener stitch geleerd om het dicht te maken. Waar kom ik achter? Veel te kort. Ik heb met schoenmaat 41-42. Kijk nog eens even het patroon terug. Schoenmaat 38. Pas niet. Maar ja, hij was wel af. En ik vond het ook zonde om hem uit te halen. Dus mijn allereerste sok pas niet om mijn voeten. Nou zit ik heel hard over na te denken wat ik ga doen. Ik ben ook met de tweede begonnen. Ben ik nog niet zo ver. Bijna klaar met het been. Boord is klaar. Bijna klaar met het been. Bijna bij de hak. Hier ga ik dus opletten dat hij wel lang genoeg wordt. Zodat mijn voeten er wel in passen. En de hak ook echt bij mijn hak uitkomt. En niet halverwege mijn voet. En als dat gelukt is, ga ik kijken wat ik met deze ga doen. Heb ik genoeg wol over? Ga ik denk ik gewoon een nieuwe maken. En dan is dit gewoon mijn allereerste sok. En is het gewoon leuk. En hou ik hem en leg ik hem op de kast. In mijn knutselhok, kamertje hierboven. Denk ik dat ik niet genoeg wol over heb om nog een sok te breien. Dan denk ik dat ik de teen of iets boven, tot iets boven de teen het uithaal. Moet wel in deze kant laten zien. Het uithaal en verder breien.
en de tenen opnieuw op gaan breien. Ik vind het uithalen eigenlijk nog best wel spannend. Ik kan niet elke keer alle steken goed terugvinden. En dat er direct al gaten in komen is ook een beetje zonde. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Maar ik ga in elk geval de tweede zak goed passen. En liever iets lang dan iets kort. Want het is zo zonde als je een mooie zak hebt gebreid dat ze niet aankunnen. En we gaan in mei als het goed is een paar dagjes kamperen. Dan is het wel lekker om 's avonds een gebreide trui aan te kunnen doen met lekker warme sokken. Nou, we gaan er maar kijken. Ik ben benieuwd. Ik heb nog niet verteld denk ik met welk garen. Wel dat ik het bij Wol zo eerlijk heb gekocht. Maar ik heb het gedaan. Of ik heb het gedaan. Ik ben bezig met deze twee kleurtjes. Deze twee bolletjes. Dit is garen van Chopel. Ik weet niet zo goed hoe je dat uitspreekt. Admiraal Hanf. En ik... Hebben de kleuren ook een naam? Oh ja, de blauwe kleur dus. Deze heet... Waar zag ik dat nou staan? Workwear. En de gele kleur, of een beetje... Ja, hoe noem je dat? Ook een gele kleur. Heet Curcuma. Ja. Dit is kleur nummer 2444. En die blauwe is kleur nummer... 2, 3, 7, 6. Even kijken, waar is het van gemaakt? En volgens mij is het wol. Het is biologisch in elk geval. Oei, het is in Duits. Even zien. Oh ja, 67% wol. En 23% polyamide. Normaal denk ik altijd dat is niet biologisch. Maar deze polyamide is biologisch afbreekbaar. Nou. Ja. Dus daarom wel biologisch. Ik vind het heel lekker breien. Het breidt zelfs misschien nog wel lekker dan die eindband van de E-Stex. Omdat het gewoon net iets flexibeler is. Die E-Stex is wel heel erg ruw. En nou ja, corona, vaak handen wassen. Ik werk als fysiotherapeut, dus elk half uur moet ik mijn handen weer opnieuw desinfecteren. Al niet vaker. Dus mijn handen gaan best wel gauw stuk. En dan dat ruwe wol van de E-Stex daarbij langs, dat doet nog wel zeer aan het eind van de avond. Maar daar heb ik bij dit echt totaal geen last van. Het is lekker zacht en het breidt lekker weg. Ja. We hebben straks nog een project. Maar mijn camera die kan maar een half uurtje filmen. En dan stopt hij ermee en dan moet ik hem opnieuw aanzetten. En ik denk dat we al ruim 20 minuten onderweg zijn. Of tenminste, ik ben al ruim 20 minuten aan het praten. Ik knip er vast wat tussenuit, dus jullie zullen niet nou al ruim 20 minuten kijken. Maar ik zet hem even op stop en ik zet hem weer opnieuw aan. Zodat niet halverwege mijn verhaal, mijn geklets, ermee stoppen. Want dat is zonde. Is hij na de sokken. Ik dacht, als ik sokken kan breien, nou, heb je het gezien, kan ik. Dan is het volgende project gewoon een colorwork project. En ik begin niet met een muts, ik begin gewoon direct met wat ik wil. Iedereen zegt altijd, ik moet met iets kleins beginnen, want je moet het kunnen afmaken. Want anders is het niet meer leuk en dan ben ik ook wel een beetje mee eens. Alleen ik word hartstikke moe weer en dan dacht ik, ja, dan ga ik een muts maken en doe ik hem niet op. Vind ik zonde. Misschien doe ik een dikke trui ook wel, ja. Maar ik wil geen muts,
Dus ik ben begonnen met het ruimen. Allereerste patroon waarvan ik dacht op Reverie, die wil ik maken. En waar het ook net als met die Woodland Pool over een beetje mee begon. Was het throw-over sweater van Andrea Mauri. Mauri? Moeilijke naam. Andrea Mauri? Nou ja. Die trui die vond ik prachtig. Dus ik dacht, die moet ik ook maken. Zullen we dat steken niet afvallen? Ik heb een iets korte kabel in zitten, dus ik moet even een langere kabel halen. Maar ik ben ermee begonnen. Hij leek heel klein, denk ik steeds. Maar als ik foto's van anderen zie, zie ik dat ook. En hij rekt echt heel ver uit. Er zit maar een kabeltje van 80 centimeter door. Dus hij kan natuurlijk ook niet zo groot zijn als dat hij uiteindelijk qua borstomvang wordt. Want hij wordt echt wel ruim meer dan 80 centimeter. Mijn borstomvang is gewoon ruimer dan dat. Dus ik denk dat het wel goed komt. En anders zien we het allemaal. Dan halen we het wel weer uit en hebben we er twee keer plezier van. Maar ik ben begonnen. En het lukt. Het begon redelijk makkelijk. De boord. Ik ben begonnen op DPN's, maar die waren te kort. Dus verder gegaan op een kort kabeltje. En toen kwam het eerste stukje colorwork. Deze streepjes. Ik was best wel zenuwachtig toen ik daarmee moest beginnen. Ik dacht, hoe doe ik dat met die draden? Ik brei normaal gesproken continentaal. En ik dacht, ja, dan moet ik twee draden, één vinger. Dat gaat dubbel, dat gaat knopen. Maar ik doe nou het ene draad om een wijsvinger en het andere draad om een middelvinger, zodat ik goed kan kiezen welke het is. Nou, ik had hier maar twee kleurtjes tegelijk. Mijn hoofdkleur en een van de contrasterende kleuren. En eigenlijk ging het best wel goed. Nou, toen had ik weer een paar toeren gewoon alleen maar de hoofdkleur. Toen weer twee kleurtjes. En toen kwam het moment dat ik met drie kleuren moest. Ik dacht, shit, hoe doen we dat? Wist ik niet. Ging ook niet goed. Lukte me niet op. Ik dacht, nou ja, dan doe ik wijsvinger, middelvinger, ringvinger. Maar die zaten veel te ver uit elkaar en dat ging allemaal niet. En dan werden ze niet even strak en niet tevreden over. Dus toen ben ik zowel continentaal als Engels gaan breien, noem je dat volgens mij. Dus had ik twee draden in mijn linkerhand en één draad in mijn rechterhand. Nou, eigenlijk gaat het wel aardig. Het gaat iets langzamer dan continentaal, maar het hoeft ook niet snel. Het is vooral leuk om te maken. En ik denk dat ik nog vier toeren moet en dan is het colorwork gedeelte al klaar. Dan moet ik nog een stukje gewoon breien en dan moeten we volgens mij zorgen dat we de armsgaten gaan maken. Ik heb geen idee. En vervolgens dan alleen maar rondbreien tot beneden en de armen eraan breien. We gaan het zien. Tot nu toe ben ik er echt heel blij mee en valt het me reuze mee. Zoals ik dacht aan het begin dat het heel moeilijk was, ik had dit best als eerste projectje kunnen doen in plaats van die wood pool over, die blauwe die ik jullie net liet zien, want die was vele malen moeilijker met het kabeltje dan dit. Maar in mijn hoofd was dit veel moeilijker. Ik ben er tot nu toe heel blij mee. Prikt wel een beetje, maar heerlijk. Ik maak deze met twee verschillende soorten garen. Drie kleuren natuurlijk, maar twee verschillende soorten garen. De hoofdkleur doe ik weer met een garen van Eastex, het IJslandse wol, maar dit keer met de Let Lopi. Welke kleur is dit? Er staat geen kleur op. Het is een beetje donkergroen, maar er zit ook wat geel doorheen. En er zit wat blauw en wat zwart. En op sommige plekjes zelfs een beetje, hoe noem je dat? Een roestkleur, een beetje rood roestachtig. Maar het is in principe een groene kleur. Er zit ook een beetje licht wit, licht blauw doorheen. Ik vond hem heel mooi passen bij de andere kleurtjes die ik heb gekozen. Want, nou, zoals je hier net al ziet, heb ik nog drie andere kleuren. Ik had eerst, toen ik de bolletjes wol kocht voor mijn sokken, zag ik bij wol zo eerlijk. Oh ja, alle draadjes hangen eraan. Ook deze drie kleuren liggen. En ik was direct verliefd op de blauwe. En ik was verliefd op de roest. Dus ik zei tegen de eigenares van de winkel en mijn moeder die mee was. Deze twee kleuren moet ik hebben en dan moet nog één kleur bij. En eigenlijk vond ik toen deze, nou wat is het, een beetje oud roze of zo. Die vond ik er heel mooi bij passen. Alleen, ik heb normaal gesproken een hekel aan roze. Ik koop eigenlijk nooit wat in het roze. Je zult ook niet vaak wat roze bij mij in huis zien of in mijn kleding. Maar ik vond hem wel heel mooi. En toen legde ik ze bij elkaar en toen dacht ik, ja, dit is het. Toen heb ik ook nog gekeken naar een hoofdkleur, maar ik kon niet zo goed kiezen. En ik dacht, ik neem deze drie gewoon mee. Misschien heb ik nog wat thuis. Misschien vind ik ergens anders wat.
dit gaan we doen. Dus deze kleurtjes had ik. Toen kwam ik een paar weken daarna kwam ik bij het wolwinkeltje hier in Drachten. Mijn favoriete winkel hier in de buurt. En dan hadden ze dus die van Eastex liggen. En dacht ik, ja, dat is het. Die doen we erbij. Ik had deze bolletjes meegenomen voor de zekerheid. Ik kwam voor heel wat anders. Ik kwam voor het garen voor de deken. Maar ik dacht, dat is het. Dus die heb ik meegenomen. Ik ben super blij mee. Dit is dus geen Eastex. Dit is Erica Knight Wild Wool. Het zijn bolletjes van 100 gram. En daar zit 170 meter op. Het is 85% wol en 15% viscose. Het is ook een natuurlijk garen. Waar haal ik deze nou uit? Deze roestkleurige is de kleur Swagger. Ik zal hem direct weer terug in, want anders weet ik niet meer wat dat was. Deze wat oude rozige kleur. Is hetzelfde garen, maar dan in de kleur. Hoe spreek je dat uit? Dadel? Ik zal het hieronder ook even schrijven, dan weten jullie wat het is. Misschien kan ik er wel linkjes neerzetten. Ik kijk er even naar. Maar in elk geval, deze roeskleur is dus dadel. En dan hebben we nog die mooie blauwe kleur. Eigenlijk de kleur waar ik als eerste verliefd op werd. En dat is de kleur, waar staat het? Meander. Wat mij betreft drie prachtige kleuren. En als ik ze zo samen zie, word ik er al heel blij mee. Als ik ze naast kan leggen met het Eastex woordje, dacht ik, ja, dat past wel. En hou ik ze dan zo samen zie. Ik weet niet hoe goed jullie het zien, maar als ik ze nou zo samen zie in mijn colorwork, dan denk ik, ja, dat is precies een trui voor mij. Een trui die ik in deze kleuren ook zeker weten in de winkel zou kopen. Mits die een mooi model had en dat soort dingen, maar zeker weten. Prachtig. Ja, dit zijn een beetje mijn works in progress, denk ik. Mijn gehaakte deken. Mijn trui. Mijn sokken. Mijn schilderij. Maar meer ben ik niet bezig. Vier dingen is ook wel genoeg. Tot januari, totdat ik begon met breien, had ik eigenlijk altijd maar één project tegelijk. Ah, dat is niet helemaal waar. In december had ik er iets meer, maar normaal gesproken deed ik echt maar één project tegelijk. Ook gewoon om het overzichtelijk te houden. Toen begon ik januari met breien. En dat was toch ook makkelijker om mee te nemen, makkelijker om wat mee te doen. Dus dacht ik, ik moet meer projectjes, want dan kan ik het ook gewoon mee naar buiten nemen straks. Oh ja, dat heb ik ook nog. En kan ik het meenemen om te wandelen. Ik heb van mijn ouders, op mijn verjaardag, dat was eind maart, ook een hele mooie tas gekregen van Muut. Een mooie leren bruine tas. Waar redden hoop wol in past. En dus ook mijn sokkenbolletjes met mijn sokkenbreiprojectje. Dus ik ben de afgelopen tijd, elke keer als het een beetje mooi weer was, ben ik de natuur in geweest. We wonen dichtbij Bakkeveen en Appelscha. Ben ik in Appelscha en Bakkeveen wezen wandelen. En heb ik daar heerlijk zitten breien in het zonnetje. De laatste keer in Bakkeveen was het niet heel warm, maar in het zonnetje tussen de bomen was het heerlijk. En dat vind ik dus ook heel leuk. Misschien kan ik daar heb ik ook foto's van gemaakt en ook een klein filmpje. Misschien kan ik dat ook wel laten zien hierin. Ik zou eens kijken of ik dat allemaal tussen elkaar door kan plakken. Eigenlijk vind ik dat heel leuk om te doen. Normaal gesproken vorig zomer en de zomer daarvoor. Ik hou dus heel erg van tekenen en schilderen. Dan nam ik wel mijn schilderboekje mee met wat aquarelverf en wat penseeltjes en wat water. En ging ik zitten schilderen. Alleen, toch, als je ik ga gewoon rustig op een boomstam zitten, ergens in het bos waar niet te veel mensen zijn. Ik hou niet van die drukte. Niet op een bankje waar het heel druk is in elk geval. Maar als ik dan met zo'n schilderboekje op een bankje zat en dan op mijn armen of op mijn benen en dan moest ik schilderen, dat vond ik altijd best wel lastig. Het werd ook nooit zoals ik wilde, ik ben best wel perfectionistisch. En nou dat sokkenbreien, ik heb een uur heerlijk zitten breien, niks opgemerkt, gewoon gebreid, in het zonnetje, wat drinken erbij, perfect. Dus ik denk dat ik dat vaak ga doen. Het schilderboekje gaat vast nog eens mee hoor. Want ik hou ook heel erg van tekenen en schilderen in de natuur, gewoon om te schilderen en te tekenen wat ik zie. Maar dat breien is wel echt heel makkelijk. Waar was ik eigenlijk over aan het praten? Oh ja, dit is dus de reden waarom ik nou meerdere projecten heb. Gewoon een haakproject en een breiproject. Iets wat ik lekker mee kan nemen, iets wat ik lekker buiten bij ons op het terras hier kan doen. Want zo'n deken buiten als warm is, ga ik ook echt niet zitten haken. Dat is lekker voor de bank tijdens Netflix. Ja, heerlijk. Nou, nog één onderdeel wat ik met jullie wil delen.
En dat is dingen die ik gekocht of gekregen heb. Ik heb niet zo heel veel gekocht, maar wat ik net al zei, ik was eind maart jarig. En ik heb nog wat verlaten verjaardagscadeautjes gekregen in april. Met name door corona mag niet iedereen eind maart langskomen, dus dat ging een beetje verspreid. En twee daarvan wil ik jullie laten zien, die heb ik van mijn vriendinnen gekregen. En de eerste, zij weten natuurlijk dat ik ben begonnen met breien. En het eerste wat ik van ze heb gekregen zijn deze sokblokkers. Ik had mijn vriend verteld dat ik graag sokblokkers wou in hout en mooi uitgesneden. En ik had hem ook een Etsy shop gestuurd die ik leuk vond. En hij heeft het natuurlijk met mijn vriendinnen gedeeld. Ik ben er heel blij mee. Even kijken, dat opgeschreven wat ze van waren. Het zijn sokblokkers van een Poolse maakster. Ze verkoopt ze op Etsy. Ik zou het linkje ook even delen. Want ze heeft niet alleen deze met de bloemen. Maar je hebt ook met hele mooie bladeren. En je hebt ook hele mooie met rendieren erop. Maar dat is echt een kerst. Sokblokker. En ik ben helemaal verliefd op rendieren en elanden. Maar ja, om dan altijd het hele jaar door ook met sneeuwvlokjes erboven te lopen op een sokblokker. Dus dat vond ik dan wel jammer. Dus vandaar dat ik deze naar mijn vriend had gestuurd met de bloemen. En mijn vriendinnen hebben daar dus goed naar geluisterd. Het is dus van een Poolse maakster. Het heeft ook weer zo'n ontzettend moeilijke naam. Ik lees even voor mijn briefje af. Wietsma Melina, denk ik. Wietsma Melina. Nee, maakt niet uit. Ik schrijf voor jullie op, want mijn uitgesproken naam komen jullie vast niet veel verder. Ik zet het in de beschrijving, want ze zijn echt ontzettend mooi. Mijn eerste sok past er dus niet op. De voet komt bij de sokblokker ongeveer tot hier. Past niet. Dit is gewoon mooi, de formaat 41. Volgens mij is het 40 tot en met 43 waar deze voor is. Dus in principe moeten mijn sokken eromheen passen. Mijn gewone gekochte sokken bij de winkel passen er ook omheen. Dus het moet goed komen. Maar mijn eerste gebreide sok past niet. Dus dat kan ik jullie niet laten zien. Ik vind ze heel mooi. Ik heb nog een cadeautje gekregen van mijn vriendinnen. Die ligt hier ook voor mij. En dat is het Noorse breiboek. Wat ik net al zei, ik ben gek van Noorwegen, Zweden, Scandinavië. Al sinds kinds af aan. Nou ja, en dat weten mijn vriendinnen ook. Ik heb een half jaar in Zweden gewoond bijvoorbeeld. Ik ben met een vriendin naar Noorwegen op vakantie geweest. En daar hebben ze dit boek voor mij gekocht. Er staan best wel hele leuke patronen in. De eerste die ik wou laten zien. Ik heb er in briefjes dus gestopt. Ik weet eigenlijk niet hoe ver ik heb ingezoomd. Dus ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien. Nou ja, maakt het niet uit. Dus deze. Het is een mooi colorwork vestje. Deze kleuren zijn totaal niks voor mij. Ik heb liever wat meer natuurlijke kleuren, maar gewoon al het idee dat het zo'n mooi colorwork vestje is. Met ruitjes en stipjes. Ik word hier echt heel blij van. Dus deze staat zeker op mijn lijstje om te maken. Er is trouwens ook een truiversie van deze. Er staan niet alleen vrouwenpatronen in. Er staan ook ontzettend leuke mannenpatronen in. Even kijken. En dan mag ik natuurlijk niet iets van het patroon delen. Kijk, nee, gebeurt er niet. Dat is deze. Er staan meer in trouwens, maar dit vind ik wel een hele mooie. En mijn vriend vond hem ook leuk, dus ik denk als het eerste trui die ik voor hem ga breien is deze. Maar hij wil hem absoluut niet in IJslands wol, e-stacks of iets in die richting. Want hij vindt het veel te erg kriebelen. Dus ik moet nog even op zoek naar een lekker zacht garen. Iets met merino erin of zo. Want het is wel zonde als ik hem een trui breien die hij nooit aantrekt. Denk ik. Maar daar moet ik nog even naar kijken, want ik vind die ook heel mooi. En als laatste wat ik wel leuk vind in dit boek. Er staan op zich niet heel veel verschillende patronen in. Echt wel een aantal. Maar er staan van de patronen in ook in wat je met kleur kan doen. Ze hebben bijvoorbeeld de trui die heet Sarah. En die hebben ze normaal gesproken zou je die in een effen kleur maken. Alleen wat zij hebben gedaan is ook iemand dezelfde, precies dezelfde trui, precies hetzelfde patroon. Maar hebben ze dan twee kleurtjes gegeven. Dus je ziet één, zie je gewoon het effen patroon en de ander zit er een streepje in. En eigenlijk wat ik altijd doe met, dat deed Brian heb ik nog niet zo vaak gedaan natuurlijk, maar met haken. Als ik dan een patroon zag en een effen kleur, blauw bijvoorbeeld, dan maakte ik ook een blauwe of een groene of nou ja, noem maar op. Ik koos wel mijn eigen kleur. Ik kies vaak ook niet altijd hetzelfde garen, omdat het garen hier dan gewoon minder goed beschikbaar is. Omdat het vaak Amerikaanse of Engelse patronen zijn. Maar kies dan één kleur. En nou ik dit boek heb doorgebladerd, dacht ik van ja,
waarom als ik een patroon heb wat ik uiteindelijk heel lekker vind breien bijvoorbeeld, wat goed past, wat goed zit, waar de mouwen lekker van zitten, waarom bedenk ik dan niet zelf daar nog een kleurtje bij in de vorm van een streepje, maar misschien in de toekomst als ik zoiets zie, dan kan ik daar ook wel, daar zit ik dan over te fantaseren, mijn eigen colorwork en maken, of dan kan ik, ja, dan kan ik gewoon mijn eigen plan uittrekken. Dus dat vond ik wel, nadat ik dit boek, ik heb hem al heel vaak doorgebladerd, dacht ik, ja, als je gewoon iets hebt wat goed zit, dan kun je er eigenlijk altijd zelf wel je creativiteit in kwijt en iets creatiefs van maken, want dat is wel iets wat ik heel leuk vind en ook graag zou willen doen. Ik weet niet of ik zelf mijn patronen wil ontwerpen, omdat ik ze dan kan moeten uitschrijven. Dat kost best wel veel tijd en ik werk ook gewoon nog 32 uur als fysiotherapeut. En daar heb ik het wel druk mee. Dus om ze nou allemaal uit te schrijven weet ik niet. Maar het is wel leuk als je je eigen idee is daar wat mee kan maken. Dus dat vond ik wel interessant. Dat is ook echt wel iets om over na te denken. Dit heb ik dus gekregen. Even zien. Ik heb nog twee dingen gekocht. Of meerdere dingen, maar twee verschillende dingen. Eentje, ik ben met mijn zusje naar de HEMA geweest. We hadden een aantal andere praktische dingen nodig. Maar toen liep ik tussen de schriftjes en de boekjes, want daar ben ik ook helemaal verliefd op. En toen zag ik dit schriftje. Bomen, vosjes, konijntjes, natuur. Leuk. Ik zet alles wat ik haak en brei, zet ik op Reverie. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om fotootjes te maken en te plakken en te knippen en te schrijven en te tekenen. En toen dacht ik, wat is nou niet leuker dan gewoon een schriftje kopen gewoon van de HEMA, niet te duur, normaal. En daar dan straks ook al mijn patronen in te kunnen schrijven. En er zit nog niks in, maar ik wil alles waar ik dit jaar mee bezig ben geweest vanaf januari, wil ik erin zetten. Met de ontwerpster, welke garen ik gebruik. Ik dacht, misschien kan ik dan een restje van het garen, kan ik er dan bijplakken ofzo. Uiteindelijk fotootjes van dat het af is. Het hoeft dan niet netjes. Ook gewoon dat ik er notities bij kan krabbelen. Of van de sokken kan opschrijven dat ik bijvoorbeeld in plaats van de 10 centimeter, zoals het patroon, 15 centimeter moet breien om dan mijn lengte van mijn voet te krijgen bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel heel leuk. Dus daarom heb ik dit schriftje gekocht. En misschien is het ook wel leuk als ik, stel ik vind het leuk om te doen en het filmpje lukt en ik durf het online te zetten, om dan ook in de podcast gewoon eens een keer een bladzijde hiervan te delen. Of eens een keer te filmen dat ik daarmee bezig ben. Dat ik vanaf bovenaf dat filmen jullie laat zien. Nou, vond ik wel een leuk idee. Moeten we gaan beginnen? Er staat nog niks in. Hij is nog helemaal leeg. Ik was foto's aan het printen. Dat was één top. Ja, komt. Maar van de HEMA dus. En we waren dus bij de HEMA. En wat ik net vertelde. Ik heb ineens heel veel projectjes. En dan moet ik dan, of moet, ik wil het dan netjes opruimen. Maar ik wil het ook van boven, want ik heb boven mijn knutselkamer mee kunnen nemen naar beneden. Als we gewoon lekker samen op de bank zitten Netflix kijken. Ik wil meenemen in de tuin nou mooi weer wordt. Of als ik naar mijn ouders ga en daar in de tuin ga zitten. Wil ik het mee kunnen nemen. En dan kan allemaal project bags. Ja, dan wil ik wel hele leuke. En om nou in één keer heel veel leuke te bestellen, dacht ik ja. Ik wil gewoon als ik iets leuks zie, wil ik dat kunnen kopen. Dus wat is nou praktisch om nou op dit moment even makkelijk te kunnen halen? Waarom dus bij de HEMA? Even iets er weer goed instoppen. En toen zag ik deze kratjes. Gewoon kratjes zoals je boodschappenkratje ook is. Maar in leuke kleuren. Ik heb deze blauwe kleur gekocht. En ik heb wat lichtblauwe kleur in het klein gekocht. Dit is voor mijn deken. Niet altijd gaar voor deken erin, want anders zit hij helemaal vol. Maar ik stop gewoon het patroon eronderin. Ik stop mijn garens erin. Zo een projectje in. Hier in dit geval mijn haakmaal erbij in. En dan kan ik het gewoon meeslepen door het hele huis. Naar de slaapkamer, naar mijn knutselkamer, naar buiten, naar de bank, naar de keuken. Overal. Gewoon zodat ik dan lekker hier, maar ook boven of bij mijn ouders, dat ik dat gewoon mee kan nemen. Ik heb dus deze gekocht bij de HEMA. Geen reclame overigens hoor. Alles wat ik heb ik allemaal zelf gekocht of dus van mijn vrienden gekregen. En voor wat kleinere projectjes heb ik deze gekocht. Ik heb er 3. 1 grote, 2 kleine. En daar moet in passen en als ik meer projectjes heb, heb ik pech, mag niet. Mag maar 3 projectjes. Ja. Dat was het, denk ik. Even zien. Ik heb jullie mijn finished objects laten zien. Dus datgene wat ik af heb. Datgene waar ik mee bezig ben, heb ik laten zien. Ik heb gerateld. Ik heb laten zien wat ik heb gekregen en gekocht. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen.
hoopte ook dat ik deze filmpjes in een half uur kan doen. Ik denk dat ik iets langer heb gepraat. Lijkt me ook leuk om, ik hou er dus heel erg van om buiten te zijn en te wandelen. Om ook daar wat over te delen. Dus misschien dat ik probeer om in dit filmpje ook wat stukjes te stoppen over wandelingen die ik heb gemaakt. Van natuur ben ik waar ik ben geweest. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat lukt. Ik ga, nou, als ik straks klaar ben, dan ga ik straks achter de computer zitten. En dan ga ik dit proberen te bewerken. Ik hoop ook dat het geluid goed is. Ik heb geen idee. We gaan het zien. De wasmachine staat ook aan, dus ik hoop ook niet dat jullie dat horen. Dit was het in elk geval voor de eerste keer. Anders dan praat ik over onzin. Dit was het. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Vond je het leuk, dan kun je duimpje omhoog doen. Je kunt je abonneren op mijn kanaal. En volgens mij kun je dan op het belletje drukken. En als ik dan weer een filmpje plaats, ik denk dus over een maand, maar je weet het nooit. Als ik weer een filmpje plaats, krijg je dan volgens mij een melding. Dus je kunt je duimpje omhoog doen, je kunt abonneren en het belletje drukken. Maar wat ik ook heel leuk zou vinden, is als je een reactie achterlaat. Gewoon wat je ervan vond, tips, trucs. Ik moet in elk geval nog iets bedenken dat ik kan zien wat ik film. Want ik heb nou geen idee of ik naar jullie kijk of jullie kunnen zien wat ik jullie elke keer heb laten zien. Misschien als ik dit straks terugkijk, denk ik, oh god Nicole. Er is helemaal niks zichtbaar van wat je hebt gezien. Nu je wil in mijn horen praten. Ik weet het niet. Maar heb je tips en trucs? Vertel het me alsjeblieft. Want dan kan ik er alleen maar beter van worden. Veel van leren en kan ik er beter van worden. En wordt het misschien een nog leukere podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het eigenlijk best leuk om hierover te praten. Ik heb in mijn omgeving niet heel veel mensen die haken en breien. Dus als ik het dan op deze manier kan delen, is het eigenlijk ook wel heel leuk. Misschien leren we elkaar zo een beetje kennen. Nou ja, dankjewel voor het kijken. En tot over een maand. Tot ziens!